Denk je bij wijngaarden aan keurige druivenstruiken op een rij? Dan heb je de wijnvelden van Lageria op Lanzarote nog niet gezien. De ranken liggen hier in een zee van lava. Elke druivenrank heeft zijn eigen kuiltje met vulkanische grond. Cirkels van grotere lavastenen werken als bescherming tegen de wind. Deze authentieke arbeidsintensieve landbouw is echter niet meer zo rendabel. Daarom verlaten boeren hun land en blijft de grond verwaarloosd achter. Zo komt dit culturele erfgoed in gevaar. Een reeks vulkaanuitbarstingen bedekte in 1700 Lanzarote met een dikke laag as. Uiteindelijk vonden vindingrijke boeren een manier om weer een bestaan op te bouwen en succesvol wijn te verbouwen. In lavasteentjes, ofwel picon, graven de boeren kuilen tussen de 30 centimeter en de 4 meter diep. Per kuil wordt een wijnrank geplant in de oorspronkelijke grond. Om de rank tegen de wind te beschermen, bouwen de boeren een muurtje van lavastenen in een halve cirkel. De poreuze picon houden hierbij het regenwater en vocht vast. Dit is belangrijk op het droge Lanzarote. Iedere fles wijn uit deze traditionele wijngaarden is met liefde, traditie en zorg gevuld. En dat proef je. Lageria is speciaal por la forma que se ha configurado. ¿Cómo se ha configurado? Porque partiendo de un desastre natural y a partir de ahí, por el trabajo constante de la gente, se creó un sistema de cultivo único en el mundo y bastante frágil, ¿no? Lo más que me llama la atención es la familiaridad que hay en el proyecto, una gente muy cercana, muy sensible, muy, muy dada hacia uno, que escucha a uno. Een aantal organisaties op Lanzarote zet zich in om 125.000 vierkante meter wijngaarden te behouden door deze productief en ecologisch te maken. Met als extra plus werkgelegenheid voor mensen met een beperking. Voor de boeren is dit echter een kostbare investering. Zorg samen met ons voor het behoud van de traditionele wijnbouw. Geef een glimlach. Doe een donatie.